Jongens, vandaag weer bij een nieuwe video. We gaan vandaag een leuke dag gaan maken. We gaan doen wie het langste op de tand kan. Dus kom maar bij, jongens. Ja, oké, jullie hebben het niet misschien voor te staan, maar deze video is een keer een random vlog tussendoor met de jochen. Oké. En vandaag doen we een challenge. Wie het langst op de trampoline kan blijven springen. Ja, yeah, boys. Niet zitten, maar blijven springen. Ja, je mag wel gewoon zo. Ja, dat is zo. Ja. Dat je niet maar stuk komt zitten. Ja. Als je me niet weer en niet zo stil staat. Dat gaan we niet eens niet doen. En de winnaar krijgt snoep, zoals jullie al in de titel hebben gezien. En misschien ook aan de timmer, misschien kan die dat maken. Maar de chat gaat zo beginnen. Ik wil even vragen om even te abonneren op mijn kanaal. En op Kees en Lucas. En als Daan ooit een kanaal beginnen, op Daan en Kroeg. Kees Tijdens. En doe het belletje aan en liken natuurlijk. Daan, doe wel likes aan. Voor de 200.000. Nee, hou op. 15. Normaal. 2.000. Nee, kom op even. Onder de 30 ongeveer. 5.000. Nee. Oké, okay. Lucas Verzinger. 20.000. 15. Nee, dat is wel leuk. Maar het kan. Waarom ligt het 20.000? Nou jongens, aan de tunnel zien jullie waarschijnlijk al het snoep. Zo, dat is goed. Nou, we kunnen wel iets leuks voor de tunnel, maar dat gaan we nog maken. In ieder geval, de chat gaat zo beginnen. Ik heb hier een bal die doet. Ja. Oké, okay, de bal moet wel na de 10 seconden of na de minuut wat omgooien. Dat is een extra regel nu even snel bedacht. Maar elke keer moet je die nou krijgen gooien en dan is er weer iets in. Maar de chance gaat zo beginnen, iedereen stilstaan, dan tellen we af. 3, 2, 1. Oké, blijf springen als je nu niet meer springt. Ben je af. Ja, met dat ticket niet meer omhoog te springen. Het kan binnen 5 minuten kun je afzijden, het kan binnen een minuut. Het kan binnen een half uur, het kan alles. Het kan alles. Maar je wordt natuurlijk ook steeds moeilijker. Ja. En ik ken al een soort van timelapse. Wat? Een soort van timelapse. Timelapse, ja. Oh! Oh! Oh, Daan leeft nog in de race? Nog net. Nog net, ik vind Lucas al leeft. Dat is niet nodig! Doorgaan. Nee, gaan we de bal overgooien? Gaan we de bal overgooien, ja? Dan! Nee! En leef eraf! Nee! Nee! Klopt dat jij nog weer? Kanarie, Pieten! Weer een luid gevoel! Ja! Hey, nee, we dat! Ik ben eraf. Ik heb de challenge gefaald. Wat, nu al? Nee! Nou, ik ben de bal weer. Dit is leuk! Alleen! En dan bij een video. Ik ga volgen. Lucas, nee! Toast! Hallo. Straat is even toast op de achtergrond. Toast, kom even, leuk. Toast, kom op. Daar ligt de leeuw af, we hebben het niet door. Toast even inbreken. Oh nee. Nee joh.
niet joch daarna. Oh, kan niet. Oh, jawel. Doe je mee met challenge? Nee, geen TikTok. Oké, jongens, dit... Ik kan lang de trap hier blijven. Hé, hey, nog twee levens. Daan heeft nog één leven. Daan, je moet blijven springen. Lucas. Ik ben een YouTuber zonder gezicht, dus moet je even uit blurren ofzo. Nee, we gaan niet blurren. Tijdens de stoos, man. Nee, maar lek. Hij is verliefd op Kay, mijn oude buurmeisje. Het doet me pijn, Tijn. Maar ze is blijven zitten. Loewen, een schatje. Hè? Nee, ik noem haar het buurmeisje. Oké, Toast, ja, dit is een ander verhaal. Verder met de kut challenge, jongens, kom op. Daan, gaat daar falen. Oh nee, ja! Ja, Daan, nee! Hij is af. Hij heeft nog één leven. Strijders, ik zie jullie zo wanneer het snoep binnen is. En Daan kan eraf. Hij heeft nog één leven. Nee, je ging net die leven eraf, wat daar? Ja, nee, maar Fatu. Fatu, oh Fatu, nee joh, dan gaat het door. En wat is Toast aan het doen? Is een kinderspeelgoedje aan het testen. Een trekkerwagen. Toast, wat is dit dan? Een trekkerwagen. Die gaat hem winnen. Is het toch Lucas of Daan? Ze hinderen elkaar. Is dat toch de juiste oplossing? Nee, of niet? Nee, dat mag niet. Ik ga een hinderlaagje toevoegen. We gaan die bal schieten, jongens. Ja. Let's go. Oké, ik doe mijn hand even goed. Kijk. Perfect zo. Kunnen we heel erg filmen. En let's go. Ik ga weer loose. Oh, ga je weer loose? Ja, Toast, hinder ze. Nee! Toast! Denk jij dat je weekend hebt? Dan moet je de ballen lopen graaien in bosjes. Het is het beste werk wat ik kan doen, hè. YouTuber. Maar het is beter dan een domme kutbaan. Waar je gewoon DNA stagiair misschien. Komt ie! Oh! Ik zag het niet eens. Ik zat op de camera te kijken. Ik heb een strijd van kinderen. Mensen, daar zijn we weer. Strijd is optimaal. Ze zijn wel een beetje aan het grinden, moet ik zeggen. Het zijn echt een strijd, ze blijven gewoon doorgaan, jongen. Zijn er nog 10 minuten al? Dat maakt, ja, ik zie de tijd, het is 8 minuten al. Bijna 10 minuten al bezig met springen, ze stoppen maar niet. Ik heb de sens puur gewonnen omdat ik die bal niet pakte. Hij heeft 2 keer. Ik denk als dat ik wel bij de 7 minuten had gekwit, hoor. Even eerlijk. Ik ben niet in topconditie op dit moment. Komt voornamelijk omdat we net vakantie achter de rug hebben. Wordt er wel, kom een keer. Ik weet het wel. Oké. Overkoppen. Overkoppen. Nee, dat is niks voor Daan. Nee, ga ik niet. En Daan heeft zijn derde leven. Een rip, Daan. Daan er vanaf. En we gaan de winnaar pakket maken aan de video. Ook het vuile werk moet gedaan, jongens. Al die stinkbladen. Moet allemaal weg. Het slechte beeld dit, maar... Ik weet niet wat Joch aan het doen is. Strijders. En de winnaar is... Lucas en Joch. Nee. Het snoep. Oh. Wat is dit eigenlijk? Nog meer. Nee. Er zit een beetje een slecht beeld in. Nu ga ik lekker eten. Lekker eten? Ah, kokos, dat lukt echt niet. En voor mij. Het is voor Lucas het aan. Hé. Hey. Hij is de winnaar. Strijders, willen jullie deel 2 zien met meer snoep, meer Daan en meer Jochen? Laat het dan weten in de reacties. Nog één acteer, jullie zeggen strijders en dat is... Salto! Salto, nee joh! En nu ga ik ook een salto doen. Daan, wil ik even salto even shine voor de video? Oh ja, oké. Okay. Nog één ding dat Lucas zegt en dat is... Laat strijden!